Ik ben Tonko Patmos. Ik ben 28 jaar en ik kom uit Zierikzee. En ik heb, hebben een akkerbouwbedrijf in Scharendijken. Dat is een samenwerking met vier collega bedrijven. En daar telen we verschillende akkerbouwgewassen. Maart, april is het gezaaid hier zo. En 1800 zaadjes per vierkante meter, dus heel dik. En vlas, dat is eigenlijk lijnzaad. Dat komt er uiteindelijk op. Hier komt op den duur een knopje en een bloemetje. En dat bloemetje dat wordt een bolletje met lijnzaad. Je kunt het kennen van lijnzaadolie of op brood zit soms ook wel eens lijnzaad. Maar het zaad van dit vlas wordt gebruikt als saaizaad voor volgend jaar. En het kan goed zijn dat dit zaad volgend jaar in Frankrijk uitgezaaid wordt. Dus dit wordt ook gekeurd op rasechtheid en raszuiverheid. Omdat het volgend jaar als zaaizaad gebruikt wordt. En dan heb je nog het stengeltje van de plant. Nou, uiteindelijk wordt het vlas in juli, augustus geplukt. En dan moet het 8 vuisten hoog zijn. Dus dan kan je zo tellen. Nou, het zijn er nu 3 tot 4, dus het moet nog een stuk groeien. En dan in juni, ik denk over een week of 3, 4, dan staat het hele veld mooi. Nou ja, ik zeg nu over een week of 3, 4, we zijn nu begin juni. Eind juni staat dit mooi te bloeien. En dan is het 's ochtends helemaal blauw. En elk bloemetje bloeit 1 dag. Oh, zo is het. Ja, en er komt hier een knopje in met verschillende bloemetjes. En elk bloemetje wordt een bolletje zaad. En dan wordt eind juli dat vlas geplukt en dan wordt het zaad eraf gehaald en gedroogd en dan blijft het stengeltje en dat wordt dan uiteindelijk de vezel, de vlasvezel, voor linnen. En dat blijft dan zeg maar zo op het land liggen. Dan ligt alles op het land en dan moet het roten en dat is dan eigenlijk het verteren van de lemen. Want ja, ik ga proberen het stengeltje los te peuteren. Het kan misschien even duren. Maar de vlasvezels of het linnen zit aan de buitenkant van de plant. En wat erin zit, dat is een leem. Nu haal ik de leem er even uit. En dan, wat er dan overblijft, wat aan de buitenkant van de plant zit, dat wordt de vezel. Nu kan je het eigenlijk al een klein beetje zien dat de vezel er al is. En als het dan aan de ene kant is verteerd of gerood, dan wordt het omgedraaid. Dan wordt het nog aan de andere kant. En dat proces dat gebeurt met vocht. Dus eigenlijk moet het een week liggen, af en toe regenen. Even opdrogen en omdraaien. Dan nog een week liggen. En dan wordt het geperst op rollen. En die rollen gaan naar de fabriek. En in de fabriek doen ze dat zwingelen, heet dat. En dan gaat het door een machine heen. En dan kammen ze als het ware de lemen eruit, die we er net uit hebben gehaald. En dan blijft dit. Dit is dan de leem, die gaat er dan uit. En dan blijft dit als een soort van touwachtig linnen over. En dan wordt het dus linnengoed, gordijnen of een mooie nachtjapon. Dat kan ook. De betere kwaliteit gaat in de nachtjaponnen en de wat mindere kwaliteit gaat in de gordijnen vaak. Dus een bijzonder product. Vlas. En de lange vezel die brengt het meest op. En, want die lange vezel, dat doen ze als het ware, zeg maar, als je dan, ik zal even een beetje plukken, als je dan, nu is het nog eigenlijk te kort, maar als je dan de plant als vezel ziet, zonder de lemen, dan worden die als het ware zo over elkaar heen gelegd. 1/3, 1/3. En dan nog weer 1/3. En dan wordt het gedraaid. En dan krijg je een touw. En dat wordt supersterk. En van dat touw maken ze dus kleding of gordijnen. Maar dat touw is dan super dun. Ik doe het nou een beetje grof voor. En het is super duurzaam, zeg maar, om kleding van linnen. Want het komt gewoon 100% van planten.